Volgens mij is het een bok. Is het een bok? Ik ben... Mijn naam is Calvijn, YouTuber en online ondernemer. In deze serie ga ik op zoek naar de meest potentiële jonge ondernemer uit het gebied waar ik ben opgegroeid. Noord-Groningen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met Lydia, een echte onderneemster uit Groningen. Prachtig. Ja. Dromen. En Tim, een jonge, succesvolle internetondernemer. Sorry, ik ben nog steeds niet afgetaald. De kandidaat met het beste bedrijfsplan maakt kans op 10.000 euro. Dit is Booming Business. Lief Tim, je bent voor het eerst in Appingedam, bedenk ik me net. Ja. Hou zo. Wat vind je ervan? Ik vind het... Iemand vertelde me net over hier dat dit dorp dus bekend is van keukens die buiten de... Ah. Ja. Hey. Hi. Hallo. Hoe heet je? Ik ben Isabella. Isabella? Ja. Is het Isabella of Isabella? Isa. Isabella. Ja. Oké, ik zou zeggen, take it away. Tim, Kelvin en José. Ga dan eens bij jezelf na. Dat zei Lydia. Oh, Lydia. Ja, we zouden eerst José hebben, maar die zei last minute af. Ja. Dus nu hebben we Lydia. Ja. Maar Lydia is veel leuker. Ik luister ook naar José, hoor. Ze is veel leuker dan José. Oké. Tim, Kelvin, Lydia. Ga nou eens bij jezelf na. Hoeveel echte goede vrienden heb je nou eigenlijk? 2, 3, met een beetje geluk misschien 5. Zonder echte goede vrienden overleeft niemand. Ik heb de oplossing hoe iedereen altijd en gemakkelijk nieuwe vrienden kan maken. Vrinder. Door middel van Vrinder wil ik mensen met elkaar verbinden om zo hun vriendenkring uit te breiden. Maar voor goede marketing is geld nodig. En ook dit meisje van het platteland heeft geen money op de moneybank. Dus hoop ik op 11 november als winnaar van de Booming Business wedstrijd uitgeroepen te worden en Nederland te helpen aan nieuwe vrienden. Lekker, Isabella. Ik heb even 2 mensen uitgenodigd. Kom even bij Isabella staan. We gaan hem even testen. Tim is wanhopig op zoek naar vrienden. Nou, niet echt, maar even, laat het even doen alsof. Ja. Ik vind je een fantastische fan, dat weet je ook, maar we doen even alsof. Dus wat zou een categorie zijn waar je bijvoorbeeld een voorkeur in mag aangeven? Sport. Sport. Wat is je favoriete sport, Tim? Voetbal. Voetbal. Wat is jullie favoriete sport? Nou kijk, dus dan... Daar klikt het dan niet. Daar klikt het dan al niet. Maar goed, je kan nog verder dan, toch? Precies, ja. Dus wat zou je dan nog meer hebben? Het kan van alles zijn, geloof en... Geloof? Niet. Nee, niet. Nee? Hebben jullie geloof? Ik heb het maar... Nou, overeenkomst. Dit is eigenlijk hoe die werkt. Wanneer kan ik het... Lydia, we kennen elkaar niet zo lang, maar ben je verliefd? Ja, zeker. Ja? Ja. Op wie dan? Op mijn man. Oké. Okay. Rudy. 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 Rudy en Lydia. Dit was eigenlijk een opzetje naar de echte vraag, namelijk Tim. Nee. Hoe gaat het met... Nee. Hey. Kijk eens aan. Ja. Hoe heet je? Sander. Sander? Ja. Sander. Hoe oud ben je, Sander? 18 jaar. 18 jaar. Ja. En ben jij verliefd? Ik, hè? Ja. Nee. Oké. Okay. Ik zou zeggen, brand los. Is goed. Oké, okay, nou, mijn idee, het is al een beetje een uitwerking, is Ezata. Dat is het logo. Je kan het zien als een berg, je kan het zien als een A, waarvoor het gemaakt is, zeg maar. Het is ook een berg met een adrenaline hartslag erin. Nou, dus Feel the Adrenaline slogan. Waarom? Omdat de hele basis ervan is een beetje actie, sportachtig merk. Nou, veel adrenaline krijg je ook echt als je gaat sporten, als je extreme sports doet. Ik ga je even onderbreken, want dit is al zo goed nu. Jullie zijn allebei niet verliefd. Het gaat over sport. Jij bent helemaal... Sorry dat ik onderbreek. Wat ik hiermee probeer te bereiken is zeg maar een fanbase te creëren voor dit merk. Ja. Waardoor ik in latere periode snowboards, skis, surfplanken en al dat soort dingen kan maken. Wij gebruiken influencers hiervoor. We hebben nu 2. Je moet dus echt wat uitvoeren als je dus influencer wil worden. Echt wel iets extreems doen. Ja. Want dan is het al helemaal niks voor jou. Nou, kijk. Hallo, ik ben zo sportief als me kan, jongen. Ja, als je kan skiën, dan is het al genoeg. Nou, komt hij opdrukken. Shit. Wow. Ik weet niet of dit een sport als handstand een sport was, dan kon ik dit. Ik heb voor jou een steuntje in de goede richting. Nou. Ik heb voor jou echt een briljant idee. Nou. Kijk. Ik weet hoe lastig het is om goede materialen te vinden. Ja. Hmm.
Dus ik dacht, ik neem een schaap mee. Ja. Voor wol. Schaap. Is een schaap. Ja, ik weet niet precies. Ja, er zit een lange ding aan. Volgens mij is het een bok. Is het een bok? Ik weet niet. Het was zo dat je qua materialen, qua goede kwaliteit wol in ieder geval niet tekort komt. Nou, ik denk dat dit goed is voor de wintercollectie. Juist, de winter zit eraan te komen. Goed zo. Wat denk je? Ja, ik dacht het is toch handig? Oké, nou, dan zien we straks. Ja, bij de eindbeoordeling. Oh ja. Oh, hey. Hij begint ook even te kakken. We liever altijd kaal. Dus dat je gewoon altijd dat je gewoon kaal bent. Forever. Of je moet altijd overwanten aan. Alleen je haar? Of ook je wenkbrauw? Ook je wenkbrauw. Maar ik ga voor de overwanten. Echt? Ja. Echt? Ik heb ook niks met koken. Zie je onze vrouw kaal? Hey! Hallo! Hallo! Kom verder. Ik ben Safira. Safira en Aileen. Ja. Doe je ding. Ik ben helemaal klaar voor. Go! Doe nou eens normaal. Jullie kunnen dit. Mijn idee is om een app te bedenken waarin voor school, voor middelbare schoolkinderen, waar zeg maar Mr. Chat en kindertelefoon in één komen. Klinkt als iets wat ik nodig had, maar niet had. Nee, chill. Ja, laat deze mensen lekker hun verhaal doen. Ga maar door. Het idee is om een app te maken voor jeugd die het in middelbare schooltijd moeilijk hebben. Ik denk dat ik met deze app veel kinderen kan helpen, omdat ze het heel moeilijk hebben en hiermee kunnen verbeteren. En nou, dit was het. Bedankt voor het luisteren. Oké, de vraag die al de hele tijd door mijn hoofd gaat. Aileen, heb jij er ook aan meegewerkt of ben je gewoon als moral support dat je denkt, ben je gewoon van Safira? Ja. Oké, dat moet ik even weten. Ja, top, zo vriendin. Ja. Nee, zeker. Super. Zo hoort het ook. Is het ook iets van huiswerkbegeleiding of zoiets dan? Dat is dat? Dank jullie wel. Jullie mogen de ruimte verlaten. Woehoe! Yes! Safira, nee. Ik heb slecht nieuws. Ik heb heel slecht nieuws. We hebben een afzegging. Dus iemand heeft op het laatste moment gezegd, jongens, stik er maar in met jullie. Zitten we hier? Zitten we helemaal klaar? Maar het is me opgevallen dat er allemaal kinderen buiten staan. Die misschien wel een briljant idee hebben. What's good, man? Ik heb een vraag aan jullie. Namelijk, we zijn hier vandaag om de meest briljante ideeën te beoordelen. Alleen iemand heeft afgezegd. Dus ik vroeg me af of iemand van jullie misschien een idee heeft. Een briljant idee. Deze meid, kom mee naar binnen. Kom maar gezellig, kom maar naar binnen. Lieve dames, jullie zijn onvoorbereid hierheen gekomen omdat iemand heeft afgezegd. Weet je wat er in deze koffer zit? Misschien weet je het al. Misschien 10.000 euro. Nou, hoe raad je het? Hoe heten jullie? Shanaira. Jaya. Margriet. Yashila. Oké, de enige die ik weet is Margriet. Oké, wij hadden als idee, je kent waarschijnlijk het merk Calvin Klein wel. Ja. Nou, kijk, wij hadden als idee om een breinkant te maken met Calvin en dan groot. Calvin groot. Calvin. Mijn eerste vraag: wie op deze hele planeet zou dat willen kopen? Ja, wij. Oh, jullie. Zij? Oh, zij. Hoe simpel is het? Ja, en dan zou je dan de kleding van kopen. Tim, heb je nog een vraag? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat best wel. Nee, ik vind het heel dapper dat die meiden zo van buitenaf, hoppakee, gaan staan en een businessplan neerleggen. Nee, dat doe ik je niet na. Comedy! We zien jullie later deze aflevering weer voor het eindoordeel. Goed. Hey baas, daar zijn ze weer. Volle bak.
Ik wil eerst de vier meiden vragen om een stapje naar voren te zetten. Lieve meiden, waarvan ik stiekem alle namen ben vergeten. Mag niet. En de rest. Sorry. We beginnen bij Tim. Tamelijk briljant idee. Yay! Oké, okay, ja, Calvijn groot, briljant. Lydia. Ja. Nou, dames. Laat me gewoon zien. Nou, Lydia! Nou, er zijn natuurlijk heel veel andere kandidaten. Wat met goede ideeën. Die waren net wat beter. Oké, okay. Goed. Isabella, zet een stapje naar voren. Ik zal bij mezelf beginnen. Lydia. Je weet wat dit betekent. Ja. Als deze jongen, die wel gezegd net twee nieuwe vrienden heeft gemaakt, als hij nu groen kiest, dan ben je door. Tim. Ik vond het idee niet uniek genoeg. Dus in dat opzicht, ik zie het verschil niet echt tussen een Instagram of een Tinder. Nou, ten eerste is Instagram niet per se om nieuwe vrienden te maken. Het is meer om gewoon foto's met al vrienden die je al hebt te delen. En Vrinden wordt een app waar je echt gewoon nieuwe vrienden kan maken. En echt gewoon met dezelfde interesses en nieuwe mensen leert kennen. Voor mij zou het dan een nee blijven. Maar ik vind het, ik zou vooral doorgaan met het idee. Dankjewel voor je tijd. Geen probleem. Jij bedankt voor je. Sander. Ja. Stappen naar voren. We beginnen bij Tim. Omdat hij zo'n positief bent, fashion icoon bent. Dat is te zien toch? Dat is te zien. Lydia. Ga jij nou weer als laatste? Zie je dat verstand van hem? Pardon? Ga jij nou als laatste? Dan praat je nou door Lydia heen. Sorry. Je was zeer overtuigd. Ja. Ja? Ja. Ja, de vraag is natuurlijk of ik ook overtuigd was. Ik heb een handstand gedaan. Ik weet niet of een sport als handstand een sport was. Dat... Je hebt zelfs een ram gekregen van me. Ja. Sander, in mijn leven is het altijd feest. In andermans leven is het niet altijd feest. Maar soms wel. Je bent door, vriend! Hey! Zijn we toegekomen aan de laatste? Stap maar eventjes naar voren. Safira en Aileen. Zo heet jullie toch? Aileen. Ja. Sorry. Damn, jongen. Nu jij. Hoe kan je ze zijn? Lekker! Voor mij, hè? Zo komt het op één persoon aan. Nou, op zich niet, want jij hebt ook al rood gestemd, dus het andere. Ja. Maar goed, misschien geeft dit zijn steuntje in de goede richting. Toch bedankt. Kijk, ja, vond het wel pittig hoor. Het is een flinke afslag. We hebben er één door laten gaan. De deelnemers die vandaag door zijn gegaan, maken officieel kans om in de finale te komen op 11 november in Delfzijl. Er wordt één groot feest. Wil je nou bij de finale zijn? Dat kan. Kun je aanmelden via aanmelden.calvijn.nl. Ik ben er ook bij. Dat wordt één groot feest. We gaan gewoon gezellig chillen en daar mogen ze hun laatste pitch geven. En misschien maken ze kans op het geldbedrag. Ik wil de mensen van EBG, Economic Board Groningen, heel erg bedanken. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Doe eens gek! Want je bent er normaal genoeg. Ey! Alsjeblieft.